Experience the Brilliance once more. Gen 4 remakes. Oh my god. Dit ziet eruit zoals vroeger. 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 Maar het is wel een beetje gek. Hè? Huh? Ik weet niet. Turtwig? Time to Brew remakes. Time to Brew remakes. Ik vind het is gek. Het is wel leuk. Het is. Hè? Huh? Het. Ik heb. Brilliant Diamond en Shining Pearl. Oké. Another story awaits. Wat? Platinum? Pokémon series enters a new era. This is a tale from a long, long time ago. When the Sinnoh region was still only a vast wilderness. All the Gen 4 love. Oh my god. A certain village bustled with the comings and goings of people. While in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased. Ik word hier echt heel. Oh my god. Wat is dit? Dit was geleakt. Wat is dit? Open world, Sinnoh-achtig ass shit, wat? Oh mijn god, dit was geleakt, dit is echt? Wat? Dat had ik echt nooit gedacht, what the fuck? Je kan rollen? Het is open world Pokémon. Wat? Wat? Oh my god, dit meen je niet. Oh, je snapt echt niet hoe blij mij dit maakt. Oh mijn god. Wat? Ik ben zo confused over dit. Je loopt echt rond, je richt echt met je... Willekeurige starters? Oh nee, Rowlet, Oshawott en Cyndaquil. Dat is een gekke keuze. Wat? Dit ziet eruit als Pokémon, maar dan volwassen tussen haakjes. Arceus. Oh mijn god. Ik weet echt niet wat ik hier allemaal van moet vinden. Ik vind het allemaal geweldig. Pokémon Legends? Pokémon Legends Arceus. Wat is dit? Oh, dit ziet er... Early 2022. Oké. Nog een jaartje wachten, helaas. Maar, holy fuck. Dit ziet er... Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt genieten. Dit is gewoon echt prachtig. I'd like to present the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. These are faithful remakes of the Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system in Japan 15 years ago. Deze muziek, ik... The Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. Remakes of the Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system. Oh, dit ziet er kapot schattig uit. Dit is toch mooi. These games will be developed by Ilka Inc., who also worked on Pokémon Home. The project is being directed by Yuichi Ueda of Ilka, as well as Game Freak's Junichi Masuda, dus het is niet helemaal alleen van Game Freak. Who is the director for the original Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games. Your adventure oh, maar dat is will take place goed. In the Sinnoh region, rich in nature and with towering Mount Climate oh, at its heart. Oh, maar dit ziet er echt leuk uit. It is a dit land is gewoon... of many myths passed down through the ages. The sense of scale of the original echt... games, towns, and roots have been carefully preserved. And you'll be able to travel through familiar locations once again. You'll set out on your journey after choosing either Turtwig, Chimchar, or Piplup as your first partner Pokemon.
In these games, okay, you can enjoy a grand adventure together. Camera ermee, want ik had geen ruimte meer op Pokémon Diamond version. Maar oké, okay, dat maakt niet uit. Maar even serieus, dit ziet er toch prachtig uit. Ik vind het echt genieten. Toen ik het voor het eerst zag, vond ik het een beetje gek eruit zien, want ik had het anders verwacht, om eerlijk te zijn. Ik had het meer in de stijl als Sword and Shield verwacht. Maar nou, dit is gewoon echt geweldig. Het is gewoon letterlijk een remake. Gewoon 1-op-1, maar dan... What did you think? Nou ja, net wel ietsje anders. Hè? Dus wel in die chibi vorm. Ik vind het toch wel echt... Nou ja, het is gewoon geweldig. Het ziet er tof uit. Ik ga het 100% kopen. Ja, dan zal ik nu nog even een klein beetje over die andere. Ja, dus dit is die game Legends met Arceus, volgens mij. Ja. Nou ja, ik was echt confused over dit in het begin, maar ik was een beetje op Twitter aan het scrollen en het is eigenlijk gewoon, ik zag het echt niet, maar hoe heb ik het ook niet gezien? Het is gewoon letterlijk Breath of the Wild, maar dan Pokémon. Het is één grote open world. Alles wat we ooit hebben gewild. En het is basically gewoon een oude Pokémon game, waarin je ook battelt met elkaar en zo, maar dan moet je de hele Pokédex nu completen of zo voor het eerst maken. Nou, ik word hier echt blij van. Ik vind het zo geweldig. Ja, ik vind het, ja, de starters, dit vond ik wel een beetje gek. Dat je 3 verschillende generaties hebt aan starters, zeg maar. Maar goed, nou, maakt op zich niet uit. Nog wel leuk. Goede keuzes ook, trouwens. Ja, en de nieuwe designs voor Dawn en, hoe heet die ook weer? Aiden? Volgens mij, ik weet niet meer. Oh, echt geweldig. Ja, dit was al geleakt. Ik had het gezien op Twitter ook. Dat het was geleakt. En ik dacht, nou ja, dit is fanmade. Dus ik had nog gepost. Nou ja, voor wie dit heeft gemaakt. Echt props naar jou, want het ziet er echt heel realistisch uit. Oh, maar ik vind het zo vet dat je gewoon zelf echt moet richten met die Pokéball gewoon. Het is echt... Ah, ja, sorry, maar iedereen vroeg om een Breath of the Wild Pokémon, maar niemand wist dat ze ermee bezig waren. Oh mijn god. Nou, jongens, ik weet het niet. Ik ga dit streamen. Ik word hier echt blij van. Als dit uit is, ik heb een mooie capture card namelijk tegenwoordig voor mijn Switch. Ik ga lekker die Pokémon games streamen, denk ik, als ze uitkomen. Nou, duurt het nog wel eventjes. En in de tussentijd ga ik ook veel andere dingen doen. Moet je even kijken. Oh, wat een grote wereld. Dit is toch niet normaal? Je kan rollen. Gewoon een gekke ninja rollen kan je doen. Wat? Ik bedoel, wat? En gewoon battles? Dit is de intro voor Breath of the Wild? Ja, jongens. Ik ga er vandoor. Ik heb hier echt van genoten. Ik ga deze trailer nog 20 miljoen keer kijken. Ja, laat een like achter als jullie dit ook leuk vonden. Nee. Ik hoop dat jullie het ook zo mooi vonden als ik. En nou ja, verwacht als dit uitkomt een heleboel streampies ervan. Doei.